Hallo lieve tweeling, leuk dat je er weer bij bent. We zijn aanbeland bij week 34 22 tot en met 28 augustus. Het is een algemene reading, halen vooral uit wat je nodig hebt. Lieve tweeling, we gaan kijken naar jouw themakaart. Wat is jouw thema voor deze week? Thema voor deze week. Oké. Okay. Je wilt graag ontwikkelen. Je wilt die stappen wel zetten, maar ik heb het gevoel dat je jezelf tegenhoudt. Uh, ga eens kijken waarom ben ik kwetsbaar? Waarom hou ik mezelf tegen? Wat is de onderliggende gedachte? Um, en ik heb ook het gevoel dat je je snel voelt alsof je te veel verantwoordelijkheden op jezelf neemt. Dus ga eens kijken waar komt dat vandaan. Um, daarnaast voelt het echt als een nieuw begin, maar jij bent wel degene die de eerste stappen moet gaan maken. Lieve twee dingen: we gaan eens kijken naar wat je verder deze week kan verwachten. Wat kan de tweeling deze week 34 verwachten. Oké. Okay. Uh, je wordt heel erg geholpen en gesteund, vooral door je gidsen. Uh, ik heb het gevoel ook dat je heel erg spiritueel zou willen ontwikkelen. Uh, maar ontwikkelen in het algemeen staat nu centraal. Uh, er zijn al nieuwe poorten voor je open, maar jij bent eigenlijk degene die er nog doorheen moet stappen. Maar je houdt jezelf eigenlijk tegen. Um, er is een gigantische stroming en je weet ook, die richting wil ik op. Uh, maar ik heb het gevoel dat je toch bang bent voor, komen allemaal behoeftes die ik dan moet voldoen wel aan te passen. Dus bijvoorbeeld, ik wil graag die opleiding doen, maar het kost zoveel geld, ga ik de rest dan ook wel redden. Weet dat er altijd een oplossing is. Dus ook al wil je heel graag een opleiding doen, dan kan je het niet in één keer betalen. Als je die mensen een berichtje stuurt, negen van de tien keer, komt er echt wel een oplossing. Alles is ook echt oké. Okay. Je maakt het jezelf soms te moeilijk. Ga terug naar je innerlijke kind en durf sprongen te wagen om die innerlijke reis of letterlijk een reis te gaan maken. Het is echt voor jou weggelegd. Um, ga terug naar je hart en weet dat de antwoorden die je zoekt van binnen zijn. Wanneer jij je rust pakt, zal je die antwoorden in jezelf ook vinden. Wauw die verteling. We gaan eens even kijken naar een extra boodschap wat ik jou mag meegeven. Ja, ik merk toch veel twijfels. En kijk vooral naar wat je wilt. Oké. Okay. Een extra boodschap. Je zit in een transformatie en dat zorgt ervoor dat het wat zwaarder kan aanvoelen. Maar weet dat je echt geholpen en gesteund wordt. Ook al zie je misschien nu nog niet al het goeds wat er nu gebeurt. Kijk eens even terug naar oh, waarom gebeurt het eigenlijk. En kan je het al inzien? Want het beste van alles komt nog. Lieve tweelingen, ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Ik wens je verder een hele fijne week toe. En daarnaast, 24 september, is er een kleinschalige spirituele beurs in Dronten. Dus je bent van harte welkom. Readingen zijn daar 5 euro per persoon. En 1 oktober start de opleiding Mediumschap. Wil je daarvoor in aanmerking komen? Wil je eraan meedoen? Neem een kijkje op www.mediumdafne.nl en kijk even bij studies. Daaronderin zie je dan op een gegeven moment een inschrijfformulier. Verder kan je ook een 1-op-1-reading aanvragen via de website. En wie weet zie ik je dan. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En wie weet, tot de volgende keer.